VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jillis Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Bij de camera Bram Braam, de winnende coach. Het lijkt wel of we er een serie neer gaan zetten. Nou, een serie, we bekijken natuurlijk, als je bekijkt 4 wedstrijden, 12 punten, dat is natuurlijk fantastisch. Maar we kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En je merkt gewoon dat je team groeiende is. Ze hebben heel veel voor elkaar over. Samenwerking is heel erg goed. En bij Vlagen wordt er gewoon goed gespeeld, goed gecombineerd. En het is natuurlijk ook wel een behoorlijk aanvallend team. Hè? Je kan wel zeggen, we kunnen ook met 4 spitsen spelen. Martijn kan je ook zien als echt een aanvallende speler. Een Simon die kan in de spits spelen. Dan heb je Roy en Kevin. Ja, je kan heel erg aanvallend spelen, maar die jongens die werken keihard natuurlijk. En vooral een Martijn en ook een Siemen, die moeten heel wat werk verzetten en dat kunnen ze. Ja. En natuurlijk hebben we nu ook een behoorlijke sterke bank. Hè? En dat is ook belangrijk, dus op het moment dat je wisselt, dan ga je er niet op achteruit. De eerste seconde of de eerste minuten van de wedstrijd, even niet bij de les of wat gebeurde er? Nou, ik vond ons wel, vanaf het begin vond ik ons goed voetbal. Alleen je moet wel in verdedigend opzicht, moet je scherp blijven. En kijk, er zit altijd een balans in van aanvallen en verdedigen. Op het moment dat je te veel aanvalt, dan kan het ten koste gaan van je verdediging. En wat dat betreft moeten we een betere balans proberen te houden. En dat zag je ook wel in die laatste fase, dat toch wel... SVL wat gevaarlijk werd, ja, je moet toch zorgen dus dat je goed blijft verdedigen in de organisatie. De eerste 2 goals die vallen aan Bennekom zijde komen allebei uit een doodspelmoment. Wordt er iets speciaal op getraind? Nee, dat niet. Nee, ik vind het heel belangrijk dat die jongens een hele goede conditie hebben. Ze weten wat ons eigen spel is. Het is niet zo dat wij trainen op corners op dit moment. Het is wel opvallend, ik heb altijd mijn spelervattingen, die heb ik altijd op papier. Dus de spelers weten wat ze moeten doen. Op een gegeven moment, ik had eigenlijk 2 mogelijkheden. Marco die kan dus eigenlijk in het centrum blijven, op de middenlijn blijven. En bijvoorbeeld, Mikey die zou bijvoorbeeld voorin gaan. Nou, op een gegeven moment zei Marco, nou ik wil voorin en dan moet Mikey die moet dan verdedigen. Dat werd dus gedaan en dat had ook wel resultaat. Dus ook vanuit Marco, heel goed gedacht. Nou, ik ga naar voren. Ik probeer aanvallend bij de corners te zijn. En Mike die zou dus zijn positie overnemen. Terwijl het alles op papier stond. Maar dat werd wel doorgenomen voor de wedstrijd. Tweede helft begin je weer. Ga je weer ontzettend goed, vind ik, uit de startblokken. Het enige punt van kritiek misschien wat je kan geven of die ploeg. Je maakt het niet af. Nee, je krijgt voldoende kansen. Maar ik zeg net al, ja, je hebt 4 aanvallers. En natuurlijk, je hebt een... fantastisch middenveld ook en ja, iedereen die speelt eigenlijk hartstikke goed, maar je krijgt met zo'n aanvallend vermogen krijg je natuurlijk altijd je kansen. Ja, en die moet je natuurlijk benutten, dan maak je het eerder af. Maar het is wel typisch dus dat nu in de laatste 3 wedstrijden, dat je het op het laatste moment eigenlijk pas afmaakt. Ja, en een kwartiertje ervoor behoorlijk moet billen knijpen, dat we zo weer een bal verkeerd zou kunnen vallen. Ja, dan moeten we wat beter zijn in onze organisatie, wat duidelijker zijn. Het is af en toe wat frommelen en zo, dat maken we ook al 2-3 wedstrijden mee. En dat moet er wel uit, ja. Ik las een paar weken terug in de krant hoor jij elke keer weer binnen je groep die je hebt nieuwe dingen herkend. Vind je nu nog steeds nieuwe dingen in de groep? Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat ik, kijk, ik ben ook met met Christy en natuurlijk ook met Rogier ben ik bezig om ze in te passen. Dus die moeten speelminuten krijgen. Nou, dat is weer nieuw. Dus dat je eigenlijk nog meer mogelijkheden hebt met je team. En kijk, en Christy heb ik nog niet zien spelen. Nou, nu heb ik, hij is ingevallen en dat functioneert heel erg goed. Dat is prettig. Nou, Rogier, ik weet wat die jongen ook nu kan. Dat is alleen maar goed voor de toekomst. En wat dat betreft ontwikkel je wel weer het team. Ja, ja. Aanstaande donderdag voor de beker, ook heel erg belangrijk. Want daarmee kan je een ticket behalen als we wat verder komen voor de Amstel Cup. Uit naar Nijmegen toe, weet je wat meer van die tegenstander? Nee, ik weet, nou, wij spelen gewoon een eigen spel. Ik geloof dat we, ja, wat betreft SCE, ja... Moet je horen, we hebben meer kwaliteiten, dus ik hoef niet zoveel te weten van de tegenpartij. Daar hebben we gewoon te veel kwaliteiten voor. Het is wel zo dus dat ik toch wil proberen om zoveel mogelijk spelers die niet spelen,
om die te laten voetballen tegen SCA. Snap ik. En de zaterdag erop, aanstaande zaterdag, dus hoeven we niet te voetballen vrij. Vind je dat jammer of was je liever in het ritme gebleven? Nou ja, het is carnaval. Even wat gas terug en dan hebben we de dinsdag en de donderdag en dan hebben we Zwift. Dus de eerste thuiswedstrijd. Ik denk dat die jongens gretig genoeg zijn om vooral de eerste thuiswedstrijd weer volledig fit te zijn en om die drie punten te pakken. Nou, er is moois gaan maken in Bennekom. Lijkt me een goed plan. Bram, ga genieten van deze mooie punten en bedankt en tot de volgende keer. Okay, dankjewel.